Deze voorlichtingsfilm geeft u informatie over de bestralingsbehandeling op de afdeling radiotherapie. De afdeling radiotherapie heeft een eigen ingang met keergelegenheid aan de voorzijde. Wanneer u voor de eerste keer op onze afdeling komt, meldt u zich bij de polykliniek. Hier worden uw gegevens gecontroleerd, waarna u plaats kunt nemen in de wachtruimte. U krijgt een intakegesprek met uw radiotherapeut. Dit gesprek zal gaan over het behandelvoorstel, het doel van de bestralingsbehandeling en de mogelijke bijwerkingen. Het is aan te raden om iemand uit uw naaste omgeving mee te nemen bij dit eerste gesprek. Na het intakegesprek krijgt u van de poli-medewerkers de vervolgafspraak voor CT-scan of moldroom mee naar huis. Tevens krijgt u informatie over de taxivergoeding. Vanuit de wachtruimte van de onderverdieping wordt u door een laborant opgehaald voor uw afspraak op de moldroom of de CT-scan. Op de moldroom komt u voor het maken van een masker. Niet elke patiënt komt op de moldroom. Voor sommige behandelingen is het nodig een masker te maken, bijvoorbeeld als u in het hoofd-halsgebied wordt behandeld. Dit masker zorgt ervoor dat hoofd en hals tijdens de CT-scan en de bestraling in de gewenste stand blijven. Ter voorbereiding op de bestralingsbehandeling krijgt u een CT-scan. Deze is nodig voor de bepaling van het bestralingsgebied en het berekenen van de bestralingsdosis. Met speciale inkt tekenen we lijnen aan op de huid of op het masker. Het is belangrijk dat deze lijnen op de huid blijven staan. Tijdens de bestraling hebben we de lijnen nodig om u in dezelfde houding te leggen als tijdens de scan. De radiotherapeut tekent op de CT het gebied in wat bestraald moet worden. Zo nodig worden er omgevende organen ingetekend, zodat precies berekend kan worden wat daar de dosis is en zo de mate van bijwerkingen ingeschat kan worden. Op de planning wordt het bestralingsplan voor de patiënten gemaakt door de radiotherapeutisch laborant. De laborant maakt het plan zo dat het doelgebied gelijkmatig bestraald wordt en de weefsels eromheen gespaard worden. De radiotherapeut en de klinisch fysicus controleren het plan. Het maken van het bestralingsplan en het invoeren in de computer van het bestralingsapparaat moet heel nauwkeurig gebeuren en kost tijd. Daarom kunt u pas enkele dagen na de CT starten met de behandeling. Als u voor de eerste bestraling komt, meldt u zich bij de balie op de benedenverdieping. De laborant haalt u op voor de behandeling.
neemt plaats. Hier komen zitten. In de bestralingsruimte wordt u in dezelfde houding gelegd als op de CT-scan. Dit gebeurt met behulp van de lijnen die tijdens de CT op de huid of het masker getrokken zijn en de laserlijnen in de bestralingsruimte. De gegevens in de computer van het bestralingstoestel worden nogmaals gecontroleerd. Soms wordt er een controlefoto gemaakt om te zien of u nog in dezelfde houding ligt. Zo nodig wordt uw houding aangepast. Tijdens de bestralingen houden de radiotherapeutisch laboranten u in de gaten via een geluidsinstallatie en via een tv-monitor. Zo nodig kan de bestraling onmiddellijk gestopt worden. De bestraling duurt tussen de 3 en 15 minuten. Van de bestraling merkt u meestal niets, wel kunt u het apparaat horen. U krijgt regelmatig een controleafspraak bij de radiotherapeut gedurende de bestralingsbehandeling. De radiotherapeut bekijkt de reactie die de bestraling op de tumor en de gezonde weefsels eromheen heeft. De afdeling radiotherapie heeft een gespecialiseerd verpleegkundige. Zij kan u van dienst zijn met verzorgingsadviezen, steun en begeleiding. U kunt altijd bij haar binnenlopen voor al uw vragen. Na de laatste bestraling krijgt u een vervolgafspraak op de polykliniek. U blijft vaak nog tot enkele jaren na de behandeling onder medische controle.